Een van de dingen die we nu doen, is dat we zorgen met behulp van kunstmatige intelligentie dat iedere medewerker een persoonlijk HR-assistent krijgt. Aandacht voor medewerkers is als ondernemer of als HR-verantwoordelijke vandaag de dag cruciaal. En de rol van tech en innovatie speelt ook hier een steeds belangrijkere rol. Uh, over dat onderwerp en meer ga ik in gesprek met Mark van der Pijl van Loket.nl Welkom bij CVD TV. <klaars> Mark, van harte welkom. Uh, leuk dat je er bent. Uh, voor die mensen die Loket.nl niet kennen, even een korte introductie van het bedrijf. Wat doen ja. jullie? Loket.nl uh, is een softwarebedrijf en we maken een HR en salarisplatform. Hoe lang ben je bij de club? Ik ben nog niet zo heel lang bij de club. Ongeveer twee jaar ben ik nu bij de club. En wat doe je daar? Ik ben verantwoordelijk voor de innovaties in het productportfolio. En mijn rol heet officieel nieuw Business Product Manager... Maar eigenlijk kan je veel beter bekijken dat ik. Eh, bekijk van waar staan we nu? Waar willen we naartoe? En waar, wat is daarvoor nodig? Als we, als we het hebben over innovatie, waar jij druk mee bezig bent. En het is dingen vernieuwen. Wat is daarvoor nodig in het algemeen. Als organisatie om innovatief te zijn? Want jullie zijn het zelf ook. Jullie doen heel veel aan innovatie. Hoe zorg je ervoor als organisatie of als MKB-ondernemer. dat je innovatief in je DNA hebt zitten? Um. Dat je het in je DNA hebt zitten, dat komt vanuit waar je naartoe wil gaan. Ik denk om innovatief bezig te zijn, moet het je focus hebben. Je wordt heel snel opgeslurpt door de waan van de dag: monster dat op de deur staat kloppen. Maar je moet er tijd en ruimte voor maken en blijven houden. En dat zie je ook. Wij zijn geen start-up-organisatie. Een start-up-organisatie zit het echt puur in je DNA, omdat je die stappen wil maken. Ja. Maar loket.nl heeft zijn oorsprong vanuit 1968. Ja. De eerste IBM mainframes die aangeschaft werden in 2005 hebben een mooie doorstart gemaakt met cloud computing. Als we stil blijven staan, dan zijn we er mogelijk over tien jaar niet meer, omdat de technologie zo snel gaat in het bedrijfsleven, maar ook puur als je als consument gaat kijken, dat je die stappen wel moet maken. En doordat wij die stichting daarboven hebben zitten, met die lange termijnsvisie, dat heeft voor ons geholpen om het DNA te krijgen. Maar en heeft ook... innovatie dan ook echt een plek binnen jullie organisatie? Ja. Hoe geef je dat dan vorm, praktisch? Zijn dat teams die daarmee bezig zijn? Zijn het projecten die jullie initiëren? Hoe doe je dat? Beiden, beiden. Wij hebben teams die zich specifiek... Op basis van opdrachten eh, bezighouden met innovaties. Maar we hebben ook een innovatieagenda, waarin op directieniveau ook bepaald wordt van wat zijn innovaties die wij verder willen optuigen, waar we mee bezig willen zijn. Daar wil ik zo meteen. Die agenda, daar gaan we zo meteen in ja. inzoomen. Maar laten we eerst naar die klanten kijken: MKB-organisaties. Hoe, uh, uh, hoe staan zij ervoor als het gaat om haar beleid, schets die wereld is? Als je gaat kijken naar HR, dan wordt heel vaak gekeken naar onderwerpen zoals talentmanagement, recruitment, medewerkersontwikkeling. En natuurlijk zijn dat onderwerpen die voor MKB-organisaties waanzinnig belangrijk zijn. Mm -hmm. Maar de HR-organisatie. Bij een, een MKB-organisatie is heel anders dan dat je naar een corporate organisatie gaat kijken waar je gespecialiseerde afdelingen hebt. Yeah. Heb je een MKB-organisatie met 50 medewerkers, 100 medewerkers, dan heb je meestal één persoon die daarvoor verantwoordelijk is. En die houdt alle ballen in de lucht. Die heeft een mailbox mailbox vol stroomd met vragen vanuit medewerkers. Ouderschapsverlof eh, bijvoorbeeld. Wanneer heb ik waar recht op? Yeah. Mijn uh, zus gaat trouwen. Krijg ik bijzonder verlof? Yeah. Maar ook een loonbeslag van een medewerker en het hele sociale aspect dat daarachter zit. Mm -mm. Dus het zijn vaak generalisten. Duizend poten. Duizend poten, ja. absoluut. Ja, 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 ja. Uh, waar staan jullie nu op dit moment even product-wise? Want we gaan ja. die innovatiehoek in. Uh, als je, staan ze open voor innovatie, MKB-ondernemers? Zeer zeker. Ja? Ja. En moet dat de HR-professional zijn, die ik noem het even, die, die ene persoon die je net schetst? Of is het ook belangrijk dat het, het MT het belang ziet? Als je gaat kijken naar innovatie en hoe de uh, MKB-organisaties daar tegenover staan, dan moet je eigenlijk een stapje daarvoor gaan bekijken. Waarom doe je die innovatie? En om tot een goede innovatie te komen, zit er, zit er een exploratiefase vooraf. Waarin je eigenlijk gaat onderzoeken wat zijn nou de pijnpunten, wat zijn de behoeftes en hoe kan je daarop inspelen. Als je die exploratiefase niet goed genoeg doet, als je niet de vraag achter de vraag duidelijk gaat krijgen, mm -hmm. daar ook met bijvoorbeeld de technisch specialist over gaat brainstormen van hé, hey, hoe zouden we dit probleem nou kunnen verhelpen en dat gaat valideren, mm -hmm. dan zou je innovatie. ...zal ook niet goed genoeg zijn en zullen de organisaties daar ook minder goed tegenover staan. Waar staat het product nu? Ik ben een mkb-ondernemer, ja. uh, weet ik veel, tussen de 50 en de 100 personeelsleden heb ik, collega's heb ik... ...en ik werk met loket.nl. Maak dat eens concreet voor de, de niet-HR-professionals die ja. zitten te kijken. Wat, wat leveren jullie dan? Um, wij leveren altijd, wij licenseren onze applicatie sowieso nooit direct aan de MKB-organisaties. Dat doen we via onze partners, de accountants kantoren. Ah ja, oké. Okay. Die hebben de kenniskunde, de adviezen kunnen ze geven om te helpen bij de haren en slaren software. Oké. Okay. Waar staan wij nu? Als je gaat kijken naar Lokette, dan is dat een applicatie die al vele jaren in de markt is en beweegt, waarin we altijd gaan kijken hoe kunnen we dat vernieuwen. Zo hebben we 2012 ongeveer de keuze gemaakt om de cloud computing... Je maar, ook, bij. Ja, maar ook vijf jaar geleden hebben we besloten om de hele architectuur achter onze applicatie opnieuw op te bouwen, te blijven vernieuwen, zodat nu bijna alles API-based um, is in de applicatie. En dat betekent dat het makkelijk in te prikken is op andere software tools en ja. omgevingen? Ja. Okay. En wat doet de HR-afdeling exact in loket.nl? Wat doen ze er precies in? Als je gaat kijken naar waar ondersteunen wij de HR-afdeling, dan kan je dat vergelijken met de medewerkersreis. En De medewerkersreis is eigenlijk symbolisch de stappen die een medewerker aflegt uh, van een reageren op een vacature tot en met de uitdienstreding. Ah, okay. En wat doen wij daarin? Wij leveren daarin in de software dat je bijvoorbeeld factures kan plaatsen, maar ook dat je contracten kan genereren, dat het digitaal ondertekend kan worden, de hele salarisverwerking natuurlijk erachter, dat er tot een uh, goede loonstrook gekomen kan worden, maar ook de processen zoals verlof, verzuimmanagement, talentontwikkeling ook. Dat zie je natuurlijk ook vandaag de dag heel veel. Of zit Zit dat, dat al is in software gebakken? Een, dat eh, leveren wij meestal, omdat het zo specifiek is, met andere partijen. Ja, ja, met specialisten ja. daarbij. En ik neem het als MKB-ondernemer af ja. via mijn accountant of uh, via mijn uh, boekhoudkantoor of zo. Nooit rechtstreeks. Nooit rechtstreeks. Dat gaat het nooit gebeuren. Onze filosofie, die we met loket.nl hebben, dat is dat we het via accountantskantoren doen. De innovatiekalender. Ja. Uh, wat gebeurt er allemaal als iets van innovaties? Wat staat er allemaal op die kalender? Neem ons eens mee. Ja, er zijn natuurlijk hele mooie ontwikkelingen op met dit moment als je gaat kijken. Kunstmatige, kunstmatige intelligentie die een vlucht ja. neemt ja. daarin. En stappen die wij nu nemen. We hadden net over hoe is een HR-afdeling opgebouwd Waarin we zien dat een HR-afdeling bij het MKB. Dat dat een hele kleine afdeling is die heel veel taken opneemt. Een van de dingen die we nu doen, dat is dat we zorgen met behulp van kunstmatige intelligentie dat iedere medewerker een persoonlijk HR-assistent krijgt. En hoe doen we dat? Dat doen we eigenlijk door te zorgen je hebt binnen Locapen dan heb je allerlei regelingen ja. ingebakken. Dus wat is mijn verlofregeling? Ja. Wat uh, mag ik declareren? Ja, ja, ja. En via die HR-assistent kan je door middel van begrijpelijke taal, large language model, kan je vragen stellen en die geeft je automatisch antwoord erop. Is de een chatbot als plattaal of is het... De, is de, is de, de, is de inter, het is ongeveer een chatbot. Het ja. is de interface van een chatbot ja. zit erin. Ja. We hebben ervoor gekozen, als je gaat kijken natuurlijk, op het gebied van AI is een van de uitdagingen transparantie in het geheel. Dus je wil weten wat gebeurt er gebeurt, zodat het niet een black box is. Ja. Dus we hebben zowel de chatbot als dat we de AI functionaliteiten binnen formuleren hebben gedaan. En dit heeft ertoe geleid ah. bijvoorbeeld, dat op het moment dat jij de vraag gaat stellen van mijn zus gaat trouwen, krijg ik daar we hebben bijzonder verlof voor. Dat die gaat kijken naar je regelingen daarin en je ook antwoord geeft daarop. Maar we gaan daar een stap verder in. We hebben alles API-based, dus we kunnen het ook action-based maken. Dus nadat je die vraag hebt gesteld, kan ook die persoonlijke assistent jou helpen om die aanvraag door te zetten naar je leidinggevende toe zodat het niet alleen is een stukje kennis en kunde dat erin zit, ook de uitvoering daarvan. Hoe ver gaat dat? Hoe ver is dat al geautomatiseerd? Hoe ver is dat geautomatiseerd? De fase waar wij nu in zitten, is dat we het stukje action-based, dat hebben we erin zitten. Ja? Dus we hebben het erin zitten dat op het moment dat jij een foto maakt van een bonnetje... dat die automatisch gaat bekijken van waar heb je het gedeclareerd, wat heb je gedeclareerd... En hoe moet dat vertaald worden naar wat jij mag declareren? Zodat je daar niet meer over hoeft na te denken en door te foto worden. nemen en klaar. en klaar. Hoppakee! Hoe ja. makkelijk wil je het hebben? Dus dat hebben we gedaan. Wij zijn nu de proof of concept aan het draaien met de arbeidsvoorwaarden van een organisatie. We hebben de behoefte gekregen dat een HR-medewerker van een organisatie van 220 man. Vijf uur per week bezig is met steeds terugkerende vragen in de mailbox. Terugkerende vragen van medewerkers, zoals: hoe zit mijn opleidingsbudget in elkaar? Ik wil deze cursus volgen. Mag dat volgens mijn opleidingsbudget? Daarvan hebben we de arbeidsvoorwaarden gepakt, plus veel voorkomende vragen. Die hebben we aan ons model toegevoegd, zodat medewerkers daar zelf, waar de vraag ontstaat, kunnen beantwoorden. Wat je veel ziet in AI hè, of kunstmatige intelligentie ja. is dat uh, ik werk er zelf ook regelmatig mee en ik ben elke keer dan geniet ik weer. Ik gebruik dan ChatGPT. Daar wil ik zo meteen nog wat over vragen. Ja. Ik gebruik dan uh, de betaalde versie van ChatGPT en dan stel ik weer een vraag en dan krijg ik een antwoord glansrijk en denk oh geweldig. En toch denk ik dan ik moet het toch nog even checken. Ja. Want ze nu en dan hallucineert hij als een Jacko en dan klopt er echt gemeten. Dan denk dan vraag ik aan een persoon dit. dit nou, ik vraag iets en hij stel ik geef gewoon een onzin antwoord. Uh, in hoeverre uh, hoe ver zijn jullie al dat je echt kan vertrouwen op die kunstmatige intelligentie en dat er eigenlijk helemaal geen menselijke check meer op hoeft te zitten? De vraag is of er nooit meer een menselijke check op moet komen te zitten. Als je gaat kijken naar dit stukje kunstmatige intelligentie, hij is niet getraind op feitelijkheden. Wat er eigenlijk gebeurt, is dat er steeds een woordvoorspelling plaatsvindt. Ja, echt, echt large language models. Edge large language ja. models. En het is ook zo dat die niet. Weet eigenlijk wat hij zegt, maar hij gaat woord voor woord vertalen. En hoe doet hij dat? Hij gaat de vraag die jij stelt, gaat hij eigenlijk opknippen. Opknippen hele kleine stukjes. Laten we het even uh, lettergrepen noemen in het geel, dus iets kleiner zelfs nog. Uh -huh. en dat gaat hij vertalen naar cijfers toe. En op basis daarvan gaat hij statistieken bedrijven en gaat hij kijken van hoe kan ik door middel van de parameters die we hebben ingesteld. Kan ik het antwoord geven daarin? Dus hij is niet feitelijk dat hij jouw antwoord gaat Story geven. dat, dat wij als user denken echt dat het een soort denkend intelligent systeem ja. is. Maar aan de achterkant gebeurt er dus dit. dit. Wat iets volledig anders ja. is eigenlijk. Alleen de output ziet er een soort van uh, menselijk assistant wise uit. Ik zei het over ChatGPT. Uh, hoe, uh, wat is jullie technische ondergrond? Want uh, tools als ChatGPT en omgeving als ChatGPT blinken natuurlijk niet echt uit in uh, privacy waarborgen. En want als we het over HR hebben, dan hebben we het nogal over Absoluut. privacy gevoelige informatie. Hoe hebben jullie dat technisch gewaarborgd? Dat het allemaal Wij maken gebruik van het Microsoft Azure platform. Aha. En binnen het Microsoft Azure platform. Kan je eigenlijk een eigen domein creëren van ChatGPT, de services die daarin plaatsvinden. En wat dat doet, dat is zorgen dat het binnen Europa blijft, dat het ook niet vanaf buitenaf te benaderen is of dat het ergens anders naartoe gaat. Okay. Dus alles wat jij erin zet, vraagt of antwoord krijgt, wordt niet gebruikt als trainingsdata daarvoor. Hoe, uh, hoe productizen jullie dit soort. Uh, uh, je schetst nu een aantal mogelijkheden. Ja. Hè? Is dat standaard ingebakken in jullie tooling en kan iedereen dat gebruik maken? Zijn dat extra features? Uh, hoe rollen jullie het uit? Het is Afhankelijk van de behoefte die je als MKB-organisatie hebt. Als jij een DGA-organisatie bent, bijvoorbeeld, dan heb je hier veel minder behoefte aan. Heb jij je verlof bijvoorbeeld in het tijdsregistratiesysteem omdat mensen moeten klokken? Ik noem maar iets. Zou je daar minder behoefte aan hebben? Dus je kan zelf kiezen van welke module heb ik wel behoefte aan en welke module heb ik geen behoefte aan. En commercieel zijn dat add-ons? Ja. Ah, oké. Okay. Ehm. Um... Hoe zit het met de adoptie van dit soort oplossingen? Want, want ik ken veel MKB-ondernemers, en zeker de, 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 ja, de echte, echte MKB-ondernemers zijn niet altijd technologisch het meest vooruitstrevend, want mm. ze zijn gewoon druk met hun handel. Ja. Uh, hoe, wordt dit hoe wordt dit geadopteerd? Dat heeft er een stukje met die behoefte te maken. Op het moment dat wij zeggen van... Uh, vanuit onze eigen koker hebben wij dit bedacht. En dit gaat jou helpen, heeft een veel lagere adoptie... ...ten opzichte van die hele exploratiefase die wij van tevoren ja, hebben gedaan... ...waar je precies op de pijnpunten kan inprekken. Het stukje innovatie wat ik net vertelde met de persoonlijke assistent... ...dat is één kant van innovatie, een voorbeeld daarvan. Een ander voorbeeld van kunstmatige intelligentie, dat is onze Robin. Een Robin dat zit binnen voor de salarisprofessionals... Is hij aanwezig, getraind op handboek loonheffingen en alle informatie over de applicatie zelf. Daar zie je dat het een geweldig, mooie innovatie ook is, maar dat dat een doorlooptijd heeft qua ontarming, omdat het volledig nieuw is. Salarissen moeten 100% goed zijn. Alle informatie die je daarover geeft, ook. Dus daar moesten mensen. Bijna. En Robin kan ik gewoon vragen stellen en daar zit het hele loonheffingenhandboek, ja. zit daarachter. Ja. En Robin weet, al, Robin weet alles. Robin is getraind op het handboek loon. -heffing. En Robin is een, uh, ook qua naamgeving natuurlijk heel... Is daarover, daar is over nagedacht, hè? want het, het is een soort uh, hem, haar, hen naam. Ja. Het is niet echt een mannelijke of een vrouwelijke naam, hè. het kan beide. Daar is bewust voor gekozen. Daar is absoluut bewust voor gekozen. Heeft, heeft het ook een gezicht? Het is nu nog in de vorm van het chatvenster. Ja? Even bewust geen gezicht gekozen. Want dat zien we natuurlijk ook, hè? Dat met, zie gewoon je een menselijk gezicht dat uh, ja. praat en zo. Maar dat heeft ook wel weer, als je verder vooruit gaat kijken, met alle technologische ontwikkelingen die wij nu hebben, is de vraag: van, ga jij over vijf jaar, tien jaar nog met de applicatie werken achter een toetsenbord en een muis? Of gaat dan je hele user interface anders worden? En de vraag stel ik dan nu aan jou. Ik denk dat die heel anders gaat worden. Schetsen is? Als je naar een applicatieopbouw gaat kijken zoals die nu is, dan bestaat er een menu-structuur. Moet je daar tussen navigeren, moet je daarin klikken en uh, de opdrachten verwerken. Als je daar nu naar gaat kijken en je legt een process mining model erachter, Process mining is dat je in kaart brengt van wat zijn de gebruikerspaden die iemand bewandelt, mm -hmm. dan zie je dat die vaker. Door de applicatie heen gaan. verschillende ja, dus dus afslagen ja. neemt. Ja. Terwijl het veel logischer gaat zijn als jij een vraagstuk hebt. Bijvoorbeeld, ik moet een transitievergoeding voor een medewerker verwerken. Dat je de vraag kan stellen en dat de applicatie zich aanpast, personaliseerbaar maakt. op basis van de vraag die je op dat moment stelt. Ja. Dus we gaan naar een wereld waarin ik daadwerkelijk een HR-assistant heb. Powered by a Loket, noem ik het maar even. Ja. Die op uh, 24-7, ik praat er tegenaan en ik krijg de juiste antwoorden. Juist. Dat is uiteindelijk het scenario waar we naartoe gaan. Dat renden, gaat he? het scenario worden. Ja, man. Hoe lang gaat het dat nog duren? Het zal stapsgewijs gaan. Ja. Die HR-assistance, zoals ik hem net vertelde... daar zijn we nu op de proof of concept met de arbeidsvoorwaarden aan het draaien. Daar hebben we het action-based er al in zitten. Maar dat gaat steeds stapjes verder. Ja. Dus hoe lang gaat het duren? Ik denk dat het op de zeer korte termijn al uh, werkelijkheid is. Je ziet is. het natuurlijk al aan de smartphones, aan de auto's. Ja. Hè, hoe, hoe vaar, het heeft lang. Het, het is een beetje een grafiek. Heb ik het idee, die heel lang zo heeft gelopen. En nu in één keer in een curve komt. Mede Juist. door, denk ik, de, de, de ontwikkeling op AI-gebied. Uh, maar als je al ziet wat je, hoe vaak ik al tegen mijn telefoon begin te praten. En in mijn auto gewoon commando's geef. En zijn jullie al, hoe, in hoeverre zijn jullie ook al bezig dat het. In plaats van reactief, ook proactief wordt. Hè? Dus dat ik, uh, dat ik ga werken als medewerker of ja. als HR-professional. En dat Robin of whoever mij zegt: Hé, hey, uh, goedemorgen baas. Uh, let erop, vandaag uh, zijn uh, dit en dit en dit. Of denk daar en daaraan. Of dit zijn ontwikkelingen. Gebeurt dat ook al? Dat is een stukje personaliseerbaar ja. maken waar ik het net over had. Er gaat die gedragspatronen gaat die herkennen van wat. Uh, doe jij meestal op de vrijdagmiddag. Als je lijnmanager bent, afdelingsmanager. en je gaat bijvoorbeeld de declaraties goedkeuren. dat hij automatisch signaleert daarop. Dat zijn echt wel de vervolgstappen die we daarin gaan nemen. Wat betekent dit voor.? Um, uh, want er kijken mkb-ondernemers naar ja. dit gesprek. Hè, en, die denken, uh, en de ene zal denken: ja, wow, 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 en de ander zal denken: oh, weet je wel, eng en spannend. Wat betekent dit voor. MKB-ondernemers slash de HR-professional die daar werkt. Wat betekent dat? Dat betekent lastenverlichting, eigenlijk. Als je gaat kijken naar de grote uitdagingen die MKB-organisaties hebben op het gebied van HR, dan is het het vinden van geschikt personeel en het behouden van geschikt personeel. Het wordt een stuk makkelijker in die zoektocht als jij jezelf. Meer slagkracht kan geven in de medewerkerservaring. Mm -hmm. Dus dat jij 24/7 die HR-assistent tot je beschikking hebt. Als ook dat jij als ondernemer of HR-professional. Dat je niet die steeds terugkerende vragen in je mailbox gaat krijgen. Maar dat je echt kan bekijken van welke unieke waarden hebben wij als organisatie. En hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn medewerkers ook daarnaast blijven zitten. Dat ik met ze in gesprek ga. Dat ze voor de organisatie behouden blijven. Dus meer ruimte voor dat soort taken. en dat je minder bezig bent met eigenlijk taken die een computer beter kan. Eigenlijk. Dat klopt. En wat zeg jij tegen mensen die bij jou langskomen. en zeggen: Ja, ja, dan ben ik dus straks uh, niet meer nodig. Dat denkt dat het absoluut niet waar. Is. Zeer zeker niet binnen MKB-organisaties. Zoals ze net ook al vertelden: kunstmatige intelligentie. en de innovaties wordt van gedacht: van, het is een magie. Het ja. gaat alles oplossen. Ja. Maar. Het helpt je uiteindelijk. Het kan die menselijke eigenschappen. Dan hebben we het echt over artificial superintelligence. Terwijl ja. we nu nog in de fase zitten ja. van artificial narrow intelligence. Daar zijn we nog lang niet, dat wordt. Hoog sinds 2050 of heel veel ja, verder. Denk ik ook, ja. Maar gaan banen veranderen? Absoluut. Ja, en ook verdwijnen. En ja. komen nieuwe banen bij. Ik en, ben uh, een tijdje geleden ben ik naar het Spoorwegmuseum gegaan. En het Spoorwegmuseum mag je een rondrind maken. En daarin ga je bekijken van evolutie van het spoor, van de trein eigenlijk, en hoe de werkzaamheden ook daar weer veranderd zijn. Ja. Dus van alle dagen. Ja, klopt. Ieder, ja, dat, ja, helemaal met je eens. En als je bang bent dat je zelf overbodig wordt als mens, dan dan moet je je serieus de vraag stellen. Ja, weet je, dat als je daar niet meer in gelooft, dan, yes. uh, dan houdt het op. Um, tot slot, wat staat als we terug gaan naar, naar jouw innovatieagenda binnen uh, Loket? We hebben natuurlijk al een aantal dingen genoemd, uh, maar tot slot noemen we een paar spannende dingen die misschien iets verder weg zijn nog, maar waarvan jullie al wel zo in wat meetings over het praten zijn van nou hier moeten ze over gaan nadenken of dit moeten we eens gaan aanpakken of dit staat op de roadmap wat zijn dan spannende dingen als je echt over spannende dingen gaat hebben dan gaan we het echt hebben over hoe kan je uh, zonder applicatie eigenlijk werken dus ja. dat, je, dat is nog echt wel heel veel stappen verder maar dat je afstapt van die hele user interface waar je hem nu hebt en dat je bijvoorbeeld als jij een brief krijgt van de Belastingdienst dat je die toevoegt aan een linkje automatisch voor je wordt uitgelezen en ja. zal verwerken in ja. het geheel. Ja, en als het dan de Belastingdienst ook nog meewerkt, dat je dat niet eens meer hoeft in te lezen. Dat je met de. Aap, maar de, de ja, dat is een ander verhaal. Ja, zou je de softwarebaas van de Belastingdienst willen zijn? Nee. <laughs> hey, uh, mag ik jou danken voor dit uh, gesprek. En, uh, en heel veel succes uh, wensen de komende jaren met het uh, helpen van MKB-Ondernemers. Dankjewel dat jij mijn gast was. Dankjewel. En uh, dankjewel uh, voor het kijken en voor het luisteren naar weer een gesprek in een serie die wij maken samen met loket.nl. Uh, over die toekomst van HR. Iets wat natuurlijk binnen elke onderneming... Wel speelt uh, en uh, ben je benieuwd in die hele serie? Want we hebben al flink wat afleveringen uh, gemaakt. Dan blijf vooral kijken als je op uh, YouTube zit. Hierna uh, een tweetal nieuwe video's uit diezelfde serie. Kijk ook op de playlist van YouTube. Zit je te luisteren naar uh, de podcast? Ook daar vind je alle afleveringen terug. Volg CVD TV, daar word ik blij van. En jij mist helemaal niks meer. Voor nu namens Loket.nl, dankjewel. hoi